ga jij vragen van Karam hoe rijk ben je? Ik zeg, ik ben materieel heel rijk. Spiritueel ben ik 100 keer rijker. Want dat is wat nooit verloren zal gaan bij mij. Het spirituele rijkdom, dat dankwoord van God, dat blijft in mij, dat maakt mij groot. Al die miljoenen die ik daarnaast heb verdiend, die zullen, als ik mijn ogen dicht doe, niet eens aan haar zal ik meenemen. Dus daarover interesseer ik niet. En over mijn kinderen interesseer ik niet. Want toen mijn vader stierf, had ik 0 centen. Ik heb mijzelf opgewerkt op een eerlijke manier en miljonair geworden. In materieel, dat kan iedereen weten dat ik miljonair ben en multimiljonair ben. Maar geestelijk ben ik 100 miljoenen waard. En dat is door God aan mij gegeven. Omdat ik zoveel mensen zonder geld gelukkig heb gemaakt. Okay. Wat de mens moet doen, is proberen anderen gelukkig te maken en niet afgunstig te zijn. Ja. Dat is het. Oké, laten wij mezelf als voorbeeld geven, even met die pop. En wat zou ik dan eventueel moeten doen, Karam? Ik ben genezen. Ik was bezeten, slecht bezeten voor lange tijd. En mijn karma heeft me toegeleid. Ik ben nu genezen. Ja. En, maar het zit mij dwars. Dat Jantje mij dit wil aandoen. Wat zou ik als een zoon van God moeten doen? Hem iets terugsturen? Het allerbeste is wat Jezus gedaan heeft. 2000 jaar geleden. Maar dat is de tijd niet meer. Hè? Jezus heeft de klap gevangen. Hij heeft die klap de andere kant ook nog gevangen. En hij is stilgebleven. Als jij een klap teruggeeft aan de persoon die jou de klap heeft gegeven, ben jij hetzelfde als die persoon. Ja. Als je hem geïncasseerd hebt en hem hebt vergeven, ben jij goddelijk geworden. De keus is in jou. Je hebt het volste recht om iemand die jou een schop heeft gegeven, om hem een schop terug te geven. Dat heb je volste recht. Ja. Maar wat maakt jou groot, is het te incasseren en alles wat hij verdient voor zijn karma overlaten. Dan ben je groot. Als een hond jou gebeten heeft, ga je die hond toch niet terugbijten? Anders ben je ook een hond geworden. Ja. En omdat je mens bent, ga je denken, waarom heeft de hond mij gebeten? En dan ga jij daar correcties in jezelf en correcties in de hond brengen. Zonder het hond misschien af te straffen. Maar Karam, staat niet in de Bijbel dat als de slang jou probeert te bijten, jij met de stok moet slaan zonder de stok te breken? Dat is in de Hindoe-Bijbel. Ja. In de Hindoe-Bijbel zegt God, als de slang poging doet om jou te bijten, of jou gebeten heeft, heb jij het recht om die slang te slaan. Ja. Of te doden. Maar dat heb ik je net ook gezegd. Je hebt het recht om het te doen, maar je hoeft het niet te doen. Je wil groot worden bij God, dus je doet het niet. Maar ik heb jouw vraag niet beantwoord die daarvoor was over paranormaal genezing. Als die personen bij ons komen, dan kijken we wie het gedaan heeft. We genezen de persoon zonder de voodoo-priester wat te doen en zonder dat de persoon die het gestuurd heeft wat te doen. Okay. Eerste keer genezen de persoon, al vragen ze ons om het terug te sturen, is zeg, dat is ons werk niet. Ons werk is om u te genezen. Precies. Kwam deze persoon over een paar maanden terug en het is dezelfde boosdoener, haal het weer eruit. Want dat staat in de Bijbel, in welke Bijbel dan ook. 3 keer geven we de kans. De 4e keer kom ik te werk. Ik zuig de kracht van de voodoo-priester eruit, dat hij geen kracht meer heeft om het weer te doen. Ik stuur alles wat hij gestuurd heeft terug naar de persoon die de opdracht heeft gegeven. Zijn we klaar? Dan hebben we gehandeld naar de adviezen van de Bijbel. We hebben 3 keer kansen gegeven. 3 keer hebben we alles geabsorbeerd. En we kunnen niet constant blijven. Je kan deze mensen toch niet 3 keer, 4 keer, 5 keer, 10 keer hetzelfde geld laten betalen voor hetzelfde probleem? Ja. Nee, dan ga je nu zeggen van, we gaan andere maatregelen treffen. En er zijn ook keren gebeurd dat ik de voodoo-priester uitgezogen heb. En al die troep die hij gedecodeerd, teruggestuurd naar hem. Klaar. Wordt hij nu een victim en hij gaat voelen wat hij de anderen heeft aangedaan. Dat gebeurt ook. Oké, einde van het programma. Ja. Tijd is voorbij, Karam. Maar toch wil ik jouw boodschap horen naar de mensen die aan zwarte magie doen,
tegenover andere mensen. Aan deze mensen verzoek ik om bewust te worden van God. Weet dat een rechter boven de rechter staat. En deze rechter is onzichtbaar. Zoals alle energie onzichtbaar is en toch nog gevaarlijk is. En toch een keer toch zichtbaar kan worden. Zoals een orkaan niet zichtbaar is. Maar als de tijd komt dat hij zichtbaar wordt, zo zal God het straffende lichaam aannemen een dag. En zoveel ellende in je leven veroorzaken, dat dat je straf kan zijn. Wees ten alle tijde dat een dag van beoordeling en veroordeling zal komen. Dus wees altijd alert dat alles wat je doet op je kan terugkomen. Stop ermee om mensen negatieve krachten toe te sturen, negatieve dingen toe te wensen. Doe alleen maar positief. Verander vanaf vandaag. Nu je mijn boodschap hebt gehoord, duik in je eigen Bijbel en kijk wat God hierover zegt. Word een beetje goddelijk. Ervaar ware geluk. Probeer niet de duivel te aanbidden en denken dat je heel snel rijk en goed kan worden. Want dat is een illusie alleen. Is een korte weg voor een korte duur. Het goddelijke kracht kan lang duren. Waarom duurt het lang? Omdat je eerst je negatieve karma moet afbranden. En dan pas kan je vruchten plukken van de handelingen die je gaat planten. Soms kan het lang duren. Maar dat is de goede weg. En kies geen slechte weg. Leer je kinderen goed te zijn. En niet afgunstig te zijn op de spullen van je buren en anderen. Want daar hebben ze misschien voor gewerkt. Probeer te werken voor wat je wilt hebben. En niet op een negatieve manier. Dat is mijn boodschap. Dank u. Ik dank u zeer. Amen. Amen. Mi chiara pone algo straight con edición di ave. Ta con intención no ta pa por lo convencer ningún gente con maldad existir. Para sobre Amilo me está un gran bobo, un buen kens, para mí no realizar que tiene gente está sin maldad con otro gente. Eso de ave está con nosotros bien y trece realidad. Y pensé este motivo que le tomamos basta tiempo para se saquen. Y la persona correcta para hablar de el tópico de ave, un tópico hopi tabú, un tópico hopi delicado. No tengo intención tampoco que vos andas vaisinta, llámeme energía, vos andas más. Anto pa la que demostrabo están que verdaderamente un gente puede hacer malo cubo. Por sobre que no sabe en qué bote hinga por mes. El punto está que ahora que un maldad ahora sí que otro gente nos torce que maldad aquí tiene chance de being back con 10 veces más de fuerza. Anto es ahora y pregunta está queda pa qué que hace maldad con otro gente. No se paga maldad con maldad. Pero te queda es eso que ahora que di 3 veces más de maldad. Dan na mi turno pa mi po bringa back e defende mi curpa. E mandava maldad back. Co 10 bia, 20 bia, 30 bia, mas e forza qua po mandei pa mi. Bon stop, un bia mas, mi da bisa, di gira outro, den qualquer forma que existi. E mandema gli bise de mas programa, den tur terreno existente onde cu nostra traja biba come. Posso nos tur, tim bia tim noxon, di gira outro de maneira malo. Stima un gente que turbo força que botin e pode realizar com botei vivo em harmonia de nosso Criador e amei com que eu quero.